Hey portrettekenaars, in deze cursus leer ik je op verschillende manieren te kijken naar het portret. Vroeger tekenen we misschien wel eens een velletje vol met poppetjes in de kantlijn. Hartstikke leuk om te doen, hartstikke leuk. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk een echt portret gaan tekenen. Maar het begint vaak bij de poppetjes. Want bij die poppetjes kan je al een beetje gaan spelen. Grote ogen, dichtgeknepen ogen, misschien een brede mond of een zuinig mondje. Maar hoe teken je dat? Het heeft alles te maken met vorm. Als ik een zuinig mondje heb, dan wordt het bijna een rondje. Heb ik een brede glimlach, kan je er bijna een driehoek van maken. Staan je ogen bedenkelijk, boos, gaan je wenkbrauwen op en neer. Als je lacht, gaan je wangen omhoog, krijg je geknepen oogjes. Allemaal manieren om te spelen met poppetjes, met gezichtjes. In de tweede les leg ik je uit hoe we naar aanleiding van een foto de technieken gaan toepassen die we bij de poppetjes hebben geleerd in de video. Waarna je uiteindelijk naar aanleiding van de foto een fantastische tekening maakt. Ja, we zijn er nog niet. Dit is maar natuurlijk één manier van kijken, net als de poppetjes. Want bij het kopiëren, ik noem dat kopiëren, je hebt een foto hier en je hebt je tekening daar. Eigenlijk ben je het aan het overnemen van wat je ziet. Van de foto naar de tekening. Het is eigenlijk een eenvoudige handeling. Maar ja, als je bij les 3 opeens naar het zelfportret gaat, dan heb je weer te maken met heel andere problemen. Heb ik hier mijn spiegel liggen? Voor sommige mensen is het nogal confronterend, want dan zien ze nogal onderkin. Zien ze meer van de onderkant van het gezicht, omdat de spiegel hier ligt, dan van de bovenkant. Zet je je spiegel daar neer, recht voor je, is het ook alweer een hele uitdaging om precies datzelfde punt in de gaten te houden, om jezelf te focussen op waar kijk je dan naar. En wat je dan heel vaak ziet, dat mensen op een gegeven ogenblik wel heel geconcentreerd kijken en denken, goh, ik dacht dat ik vaker zou lachen. Maar dat is best lastig om te tekenen. Jezelf lachend tekenen in de spiegel. Uitdaging. In de volgende les ga ik vertellen over hoe je kijkt naar het model. Iemand die voor jou gaat zitten. Misschien iemand thuis die gewoon lekker een boekje zit te lezen of televisie zit te kijken. En jij denkt, oké, laat ik mijn schetsblok er eens bij pakken. Hoe ziet het dan uit, dat portret? Maar ja, iemand die stil zit, dat is redelijk makkelijk. Maar iemand die de hele tijd maar beweegt, is een stuk minder makkelijk om te tekenen. Tips en trucs staan allemaal in de video. In de laatste les ga ik het hebben over karikatuur tekenen. En daar hebben we dan weer heel veel aan uit onze eerste les. Dat karikatuur tekenen, dat kan je doen naar aanleiding van een foto of naar aanleiding van een model die je ziet. Je gaat namelijk kijken over wat is nu het karakteristieke van een persoon. Waar valt hij het meeste op? Is het iemand met hele dikke wenkbrauwen? Heeft iemand misschien een hele puntige neus? Heeft iemand een hele hoekige kin? Zit zijn haren? Heeft hij heel bijzonder haar? Is hij bol? En uiteindelijk bij karikatuurtekenen gaan we bepaalde dingen gaan we overdrijven. Niet te veel, want het moet wel herkenbaar blijven. 5 verschillende manieren van leren kijken naar het portret. En ik kan je daarbij helpen.